Zodra je PTSS hebt, dan gaan de deuren dicht. En dan stel je eigenlijk niets meer voor. En dat doet heel zeer. Als je 28 jaar je ziel en zaligheid in een bedrijf stopt, naar eer en geweten goed werkt, alles netjes afhandelt. En dat je ziek wordt, dat je zo'n schop in je rug krijgt, dat doet heel erg zeer. 28 jaar werkte hij met plezier bij de politie. Hier ben ik motoragent. Maar nu zit hij al jaren met PTSS thuis en voelt hij zich afgedankt en verraden door zijn eigen werkgever, de politie. Het lijkt wel of je besmet bent als je PTSS hebt opgelopen. Op zijn 18e al als eerste bij talloze zware ongelukken. Kijk hier, maar dat is dan. Hier sta ik ook weer bij. Nou is een jongetje verdronken. Daarna jaren rechercheur in Amsterdam en vaak als eerste ter plaatse bij misdrijven als moord. Delen van mensen in een koffer. Mensen die door hun hoofd geschoten zijn. Mensen die van een flat gesprongen zijn. Ja, noem maar op. Dat zijn alle ellendige dingen die je wel mee kunt maken. En is dat dan één keer per jaar dat je zoiets meemaakt? Nee, meerdere keren. Ik denk als je vanuit gaat dat je, als je op de noodhulp werkt, dat je ongeveer 10 tot 15 doden wel per jaar hebt. Nou, reken dat 28 keer uit. Dan praat je over honderden doden die je mee hebt gemaakt. Heeft hij er jaren geen last van, het blijkt zich toch op te stapelen. Hij raakt uitgeput, down, krijgt nachtmerries. Een naaste collega die zelfmoord pleegt is de druppel. Hij meldt op het werk dat het niet meer gaat, maar op het werk hoort hij dat hij niet moet zeuren. Ik moest mezelf weer gaan bewijzen. Ik moest niet zo somber kijken en ik moest zeker vrolijker door het bureau lopen, want ik had een voorbeeldfunctie. Richard was eigenlijk altijd gewoon een sterke politieman, een sterke man, een sterke echtgenoot met een hart van goud. En ook een man, een politieman, ja, waar je als vrouw, gewoon als gezin, eigenlijk altijd op kon bouwen. Ik durfde thuis niet echt aan te geven hoe het ging. Want ook daar, mensen maken zich toch zorgen, je vrouw gaat zich zorgen maken. Ik kan al 2 opgroeiende kinderen in huis. Dat durfde ik ook niet te vertellen. Maar ze merkte wel thuis dat het heel slecht met mij ging. Het leek wel, hè, alsof hij zulke brede schouders had en heeft. Ja, dat hij eigenlijk al het leed kon dragen. Hij praatte er wel eens over, maar niet dat hij veranderde in gedrag of zo. Nee. En ik weet nog dat na de vakantie, dat meestal als Richard uit zijn werk kwam, dan liet hij liet zijn uniform meestal op het bureau. Of het moest echt beter uitkomen, zeg maar. Maar er was een dag dat Richard thuis kwam en hij ging aan tafel zitten in zijn uniform. En hij had zijn pet op. Echt waar. Hij had gewoon zijn pet op. Dus ik zei van, wat doe jij nou? Nou, en hij bleef echt gewoon een beetje zo voor zich uitkijken. Hij reageerde amper. Ik heb toen gebeld dat... Jij belde toen? Ja, dat papa opgenomen was. Dat hij opgenomen was ook? Ja. Okay. Ja, zoiets overkomt je. Je gaat met het hele gezin, duik je als het ware naar beneden. Onze jongste was 3. En dan ga je op bezoek bij papa. En die is in een ziekenhuisbed. Ja. Op een afdeling waar ook mensen zijn die gillen. Zegt. En dat is gewoon heel erg moeilijk. Maar gewoon het hele, er wordt niet gelijk gezegd van, nou, uw man is een beetje depressief. Of we gaan dat en dat doen. En met 3 maanden is hij er wel weer bovenop. En de term PTSS valt ook helemaal niet. Als er dan iemand bij je komt, hè, iemand die zich nooit ziek meldt. Die eigenlijk altijd sterk is, hè, en er gewoon is. Hè, nou, dan moeten toch wel alle alarmbellen in je hoofd gaan rinkelen, of niet dan? Maar Richard moet dus doorwerken, terwijl alle nare beelden die hij ooit als agent heeft gezien voortdurend terugkomen. Als je een sirene hoort of dat je een politieman ziet. Of je ziet wat op televisie, je hoort wat op televisie. Je hoort het nieuws over een moord of een ernstige aanrijding. Ja, die beelden raak je niet meer kwijt. Die blijven maar de revue passeren. Hij ziet geen uitweg meer en neemt dan een drastisch besluit. Ja, ik weet dus dat ik voorbereiding was en heel ver in de voorbereiding was om suïcide te plegen. En dat mijn vrouw daar per toeval achter kwam, die opeens thuis kwam.
En toen stond Richard midden in de kamer met zijn trouwschoenen aan in zijn nette kleding, recht voor zich uit te kijken. En hij was helemaal grauw. En nou, ja, ik dacht gewoon maar één ding, die wil dood. Het moment wat mij het meeste bij is gebleven is het moment dat dat je weggaat en dat je eigenlijk niet weet of je iemand nog een keer terugziet. En door dat voorval wat er natuurlijk is geweest thuis, en ik dat telefoontje kreeg, maak je daar heel ongerust over. En hij liep altijd mee als ze weggingen, allemaal naar beneden, de lift door. En ja, het moment dat dan zo'n liftdeur dichtgaat en dat je vader daar staat en je ziet gewoon dit. Van ik denk zometeen valt hij gewoon om in die lift. En dan, ja, wat gebeurt er dan? Helpt iemand hem wel? Het klopt gewoon niet, hè? Nee. Het beeld klopt gewoon niet. Iemand die altijd in staat is geweest om alles aan te kunnen. Grote, sterke, stoere man. En ineens dan zie je daar een hoopje, ja, ellende. Is het zo, je kijkt dwars door hem heen. Het is uitzichtloos. Ja, ik vraag me af of ze het überhaupt door hebben gehad. Vast wel wat. Maar wat dat teweeg brengt in een gezin. Ik heb nu zelf een zoontje van 3. En mijn broertje was destijds 3. Ik kan me niet voorstellen wat er moet doen met een kind als zijn vader zo wordt weggehaald, zeg maar. Ja. Nu pas besef je van, wat heeft dat met dat jochie gedaan? En met mijn andere broertje natuurlijk. En met jou dan? Ja, met mij ook. Absoluut. Maar ik ben gelukkig wel in staat om het te begrijpen. Ik was al volwassen. En ja, ik heb er zelf ook met iemand over gepraat. Dat was wel nodig. Want het raakt je aan alle kanten. Ja. En, ja, omdat ik natuurlijk zelf vrijwilliger ben geweest bij de politie. Ik snap het wel heel goed. Alle opnames, in totaal ben ik dus 2,5 jaar opgenomen geweest, ook bij andere instellingen. Alle opnames heeft mijn vrouw zelf moeten regelen. Hebben we zelf moeten afhandelen. We hebben nooit enige hulp gekregen van de organisatie, van wie of wat dan ook. Ik moest heel veel doen. Papieren invullen, mensen bellen, omdat Richard het zelf niet kon. Dus ik heb ook heel veel contact gehad met meldpunt, PTSS, met de psychiater, met de bedrijfsarts. En als het even kon en Richard moest ergens heen, dan ging ik mee, dan moest ik rijden. En hem terzijde staan. Maar ik heb inderdaad ook meegemaakt dat er harde woorden gewoon kwamen vanuit de politie. En dat er gewoon gezegd werd, nee, wij erkennen de PTSS niet. En dat er dus op een gegeven moment iemand namens de politie in het ziekenhuis kwam. Onaangekondigd, ook niet met medisch personeel overlegd of met mij. En die zijn hem gaan vertellen van, wij erkennen de PTSS niet. Nou, ja. Ik was zo ongelooflijk kwaad. Dat haal je toch niet in je hoofd? Je bent toch geen medicus? Het is aan een psychiater om zoiets vast te stellen. En niet aan politiemensen of ook zeker niet aan mij. Ik heb wel geprobeerd brieven te schrijven, mailtjes te sturen, ministers te benaderen. Je wilt wel schreeuwen op een dak gaan staan en zelf vastketenen in het ziekenhuis van doe iets of... Nou, ik heb ook de korpschef, de toenmalige korpschef, ook nog een brief geschreven. En heb ik ook ingezet, bij de politie is het toch hulp verlenen aan hen die dat behoeven. Nou, ik wil u vragen, ik wil mijn man terug. Dat heb ik in die brief gezet. Dat was het enige wat ik wilde, gewoon mijn man terug. Ja. Zoals die was. Wat zouden jullie willen dat er gebeurt? Dat het vandaag klaar was. Gewoon helemaal klaar. Dat er iemand binnen zou lopen en zou zeggen van, we gaan het nu afsluiten. We gaan het zo en zo afsluiten met jullie en dat we goed uit elkaar kunnen gaan. En als de rug terug zou komen, dan zou dat al heel veel betekenen. Ja. Dat het goed afgewikkeld wordt. En een excuus zou ik ook op zijn plaats vinden naar mijn vader. Als je zo lang
je schouders onder het werk hebt gezet en nog. Als hij beter kon worden, dan zou hij volgens mij nog op een politiemotor willen stappen. Ja. Echt waar. Het is echt, dat kriebelt hem nog steeds. Het is een passie. Politiewerk doe je niet omdat je er rijk van wil worden, dat weet iedereen. Mm-hmm. Maar omdat je het wil doen, je wil mensen helpen en dat je daarbij een hoop ellende mee kan maken, dat weet je ook. Maar dat het soms zoveel met je doet, dat kun je niet inschatten. Ja, maar het is iets wat altijd in je zit. Ja, maar dat neem je dus wel het korps kwalijk. Dat ze er zo mee omgaan. Ja, dat je iemand zo lang laat zitten en ja. Iemand die zoveel plezier heeft gehad in zijn werk ook altijd. De politie heeft het verzoek tot schadevergoeding van Richard inmiddels afgewezen. De ernstige incidenten die hij heeft meegemaakt zijn volgens de commissie niet buitensporig, maar inherent aan het vak. En de zelfmoorden van de collega's akelig, maar hebben geen directe link met het werk. Wat vind je daarvan? Laf. Dat vind ik heel laf en een goedkope manier om onder de aansprakelijkheid uit te komen.